Welkom op deze persconferentie na de wedstrijd KVO Stenen tegen Racing Genk. In extremis nog geëindigd op een 1-1 gelijkspel. I pass the floor to Mr. Alex McLeish. It was your first game with Racing Genk. I can imagine that you are a bit disappointed with the result. After all, you concede a goal in the final minutes. But are you satisfied with the performance? I thought the performance level was good. Was very good. You know, we kept good possession. We passed it well. We had the courage to go forward. And maybe in the closing minutes of the game, we were maybe too ambitious. And you know, this is the learning curve of players to know how to shut out the game, finish the game. And after all, are you satisfied with the performance of your team here? I'm satisfied with the performance, but not the result. We feel we should hold on and see the game out. But credit to the stand, they sent bodies forward. They have a lot of very good players, and the striker did his job. He came on and scored again. So, you know, we'll look at it on video. It's difficult to criticise my players because they played a good game. Okay, thank you, Mr. McLeish. Fred van der Bist, ja, opnieuw een invaller die hier het verschil maakt, maar al bij al een juiste uitslag, denk ik. Hè? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we het vandaag het hoogste haalbare uit deze wedstrijd gaan hebben. Ik vond onze eerste helft niet goed. Dat was ook de verdienste van Genk. Ik denk dat Genk naar hier gekomen was. Toch met enige voorzichtigheid, maar met goed druk zetten elke keer op de balbezitter. Dus ze hadden ons goed gescout. Ze wisten ook dat we over links meestal van daaruit gingen druk zetten. Ze lieten elke keer buffel. Daar deden ze ons toch wel wat pijn tussen de linies. Maar al bij al geef je weinig weg in een mindere dag. En dan zet je het een en ander terug op punt met de rust. Dan heb je alles onder controle en dan valt die goal volledig uit de lucht. Want als je na 55 minuten zegt dat er nog twee keer in gescoord worden, ja, dan zat je niet goed of zie je niet goed in deze wedstrijd. Want dat was een typische 0-0 wedstrijd in mijn ogen. Maar dan ontploft die wedstrijd. Dan doen we twee wissels en dan breekt de wedstrijd open. En dan komen we goed weg. En daaraan zie je dat we een grote keeper zijn in doel. Ondanks zijn mistasten houdt hij ons tot twee maal recht op twee cruciale momenten. En dat maakt ons dat de invallers terug het verschil met Bjorn gemaakt hebben. Zowel Jona als Koussement en ook goed ingevallen. Weliswaar iets minder, maar het was vooral heel gretig en een goede mentale weerbaarheid dat ik zag van mijn ploeg opnieuw. Het was op zijn Oostends. Ik had gewaarschuwd, de laatste 20 minuten, ze gaan dat niet volhouden. De laatste 20 minuten gaan we terug de betere ploeg worden. Conditioneel, mentaal vlak, denk ik dat we onze voet mogen zetten naast de ploeg, de hoog aangeschreven ploeg in deze competitie. Voetballend moet het allemaal nog wat beter. Maar we zijn een ploeg die aan het groeien zijn, een club die aan het groeien is. En misschien had je vandaag iets te veel stress, vooral in die eerste helft. Waardoor dat we ons te slordig en niet genoeg durfden. Maar dat was ook de verdienste van Genk. Dus al bij al ben ik tevreden met het resultaat. De manier waarop kan nog beter. Maar met het resultaat tegen dit Genk, op dit moment, is nog zo geen slechte uitslag. Hoor. Want iedereen denkt nu maar dat we daar op de derde plaats staan. En je even een Genk van kant gaat duwen, vergeet dat. Maar dat we verleden jaar meegemaakt hebben tegen Genk, dat ga je in deze 10 jaar mee meemaken. 4-0, 1-0 in de beker. We spelen vier keer, het laatste jaar vier keer tegen Genk. Niet verloren, dus voor mij is dat een positief gevoel aan de toekomst. En je zegt het ook inderdaad, de drie jongens die inkomen, direct hun stempel drukken. Dat is ook de eerste keer niet. Het bewijst ook hoe sterk die kern wel in de breedte is. Hè? Ja, dat bewijst hoe sterk dat de kern in de breedte is, maar vooral dat de ploeg heel goed aan elkaar hangt. En je kunt dat perfect zien op het moment dat er een doelpunt valt of dat er een kans gecreëerd wordt. Gaan ze die bank staan recht, of je zegt dat de ploeg allemaal in één richting wilt. En dat is positief. Oké, bedankt Fred van der Bist. Thank you, Mr. McLeish.